Het verzet groeit tegen de massa-ontslagen in de thuiszorg. En ook in de kleine gemeente Steenwijkerland zijn honderden mensen hun baan kwijt. En daarom hebben ze een tent voor het gemeentehuis neergezet van waaruit ze actie voeren. Ja, maar dat is het probleem. Het gaat alleen maar over geld. Het gaat niet meer over zorg en het gaat over de keuze die je maakt. En wij vinden dat geld wat besteed is voor de zorg, moet ook gewoon naar de zorg. Dus dat is de keuze die je maakt. Wat we nodig hebben is dat we allemaal wakker worden in Nederland. Dat we ons goed realiseren wat we bezig zijn over de schutting te gooien. Over de schutting van de gemeentes. Maar ook over de schutting van onze gezamenlijke zorg. Wij hebben gezegd als FNV, wij staan hier samen met de werknemers in de zorg. Wij zijn hier met de cliënten in de zorg. Wij als werknemers van Nederland in de FNV en ik geloof zeker ook in de CNV. Wij gaan net zo lang door met actie voeren, met aan alle deuren kloppen, met boos worden, met onderhandelen. Totdat we zoveel mogelijk banen hebben gered en zoveel mogelijk van de zorg hebben gered. Red de zorg is ons allemaal een zorg. De demonstranten eisen een overgangsjaar om de pijn te verzachten en hebben daarom pal naast de ingang van het gemeentehuis al 8 weken een grote witte tent staan. Met bijna 5000 handtekeningen proberen de thuiszorgmedewerkers de wethouder vanmiddag op andere gedachten te brengen. Dat zijn de portretten van de thuiszorg, zodat u eens goed kan lezen. Hebt u het al gedaan, vriend? Wie is de zorg? Wij zijn de zorg. Waar is het spul? Hier is het spul. Wie is het spul? Wij zijn het spul. Zo. Welkom dames uit Steenwijk. Bekend van de tent ondertussen, hè? De tent uit Steenwijk. En die staat er al 10 weken. Boze thuiszorgmedewerkers hebben vanmiddag het gemeentehuis van Steenwijkerland bezet. Ze wilden duidelijkheid over hun toekomst en hun baan. Deze week werd bekend dat Steenwijkerland 1,65 miljoen euro extra krijgt voor het behoud van banen in de thuiszorg. Maar de wethouder wilde niet met de vakbonden en de thuiszorgmedewerkers praten. Alleen in Rotterdam, daar in Steenwijk, kennen ze het ook wel van. De zorg voor de zorg. Met gezang, vlaggen en leuzen wilden de thuiszorgmedewerkers en de vakbonden wethouder Fransen overhalen om dan toch eindelijk te komen praten. Na 2 uur wachten kwam het verlossende woord. We hebben een moeilijke strijd geleverd met elkaar om ervoor te zorgen dat de zorg behouden blijft. En dat de vertrouwde gezichten bij elkaar blijft. En het is gewoon fijn dat we dat vandaag kunnen bekrachtigen. Nou, geweldig toch? Ja. Het is helemaal geweldig. We met elkaar hebben we dat bereikt. Ja. Samen met de wonden. Ja. We hebben niet voor niets geschreven. Opluchting, applaus en tranen. Want het collectieve ontslag lijkt zo goed als zeker van tafel.